De nieuwe blauwe kei aan de Noordkade in Veghel is bijna klaar. In januari 2018 gaat in de grote zaal de eerste voorstelling van start. Reden voor de directie om de vrienden van de blauwe kei in Zuid te nodigen voor hun rondleiding op de bouwplaats. Zo'n 80 vrienden maakten van deze mogelijkheid gebruik. In de afzakkerij, waar ook de doorgang naar het theater komt, legde Hans Kraaienveld de huidige stand van zaken uit. Volgens de interim-directeur van de Blauwe Kei moet er nog heel veel werk worden verzet voordat op 12 januari het doek voor de eerste keer opgaat. De vrienden mochten overal een kijkje nemen. Niet alleen in de nu nog lege theaterzaal, maar ook op plekken waar alleen de artiesten komen. Namelijk het toneel en de kleedkamers. Op het toneel vertelde Hans Kraaienveld dat hij blij was dat de nieuwbouw van de Blauwe Kei bijna een feit is. Ja, heel blij. Dus in die zin, het is nu nog moeilijk voor te stellen als je zo achter bekijkt. Maar over 6,5 weken hebben we al de eerste voorstelling. En iedereen verzekert mij dat de zaal dan klaar is. Dus daar gaan we ook helemaal van uit. Ja, en dan hebben we een prachtige nieuwe zaal met heel veel mogelijkheden en grotere bezoekersaantallen. Het zijn bijna 700 stoelen. Dus ja, we hopen dat mensen ook in grote getalen naar ons toe komen nu die accommodatie klaar is. En zeker ook in relatie tot zeg maar, wat hier allemaal aan de Noordkade gebeurt. Zijn we blij omdat we zoveel contact met andere culturele organisaties hebben. En ook met organisaties in de foodsector en zo. En die combinatie van food en culture, zoals het dan goed Nederlands heet. Met alles wat hier op de Noordkade gebeurt. Ja, dat geeft mij Rijstad wel een mooi iets in handen waarmee ze op de kaart komen. Hoor. Zowel Nederland als misschien ook nog wel internationaal. Wat kan er in de nieuwe blauwe kei wat in de oude blauwe kei niet kon? Nou ja, ik zult het niet zien, maar de hoogte hierboven, de camera zal niet mee bewegen. Maar die is een stuk hoger dan we hadden. We hebben wat ze noemen 23 trekken. Dus het zijn, trek is een grote stang waar decor aan kan hangen. En dus we kunnen wat grotere producties neerzetten. Die staan ook mooier. En met alle nieuwe techniek, hè, zoals het licht en geluid en zo. Ja, er wel een state-of-the-art technische voorzieningen die het kijken naar een voorstelling een stuk mooier kunnen maken nog. Wanneer is de eerste voorstelling? De eerste voorstelling is 12 januari. Mark van der Veerdonk, dus die heeft de eer om het theater te ontmaagden, om het zo maar te zeggen. En het is ook meteen wel een proefvoorstelling voor hem, want ja, dan moeten wij gaan kijken of de techniek het allemaal goed doet. En, dus dat is ook wel heel spannend. Onze technici zijn op dit moment allemaal op cursus om de nieuwe apparatuur te leren bedienen. Dat is ook heel belangrijk in verband met veiligheid. En er hangt nogal wat boven je hoofd als ze hier op het toneel staan. En ja, je moet er niet aan denken dat daar iets mee gebeurt. Dus veiligheid voor alles en dat is waar die jongens nu voor aan het leren zijn. Komt er nog een officiële opening? Ja, die komt. Het streven is een beetje in de buurt van eind maart. We zijn nu aan het kijken wat we daar gaan doen. We willen iets heel moois en heel spectaculairs. Ik heb daar wel een idee over, maar dat ga ik nog niet vertellen. Maar dan gaan we echt een mooi openingsweekend organiseren. Waarbij we naast de formele, dat moet toch. Maar ook voor de burgers van mijn reis dat iets leuks gaan organiseren. De Blauwe Kei staat dan wel aan de Noordkade in Veghel. Maar het theater moet natuurlijk in de hele omgeving een begrip worden. We hopen dat we onze uitstraling over heel Meijerijstad kunnen uitspreiden. En dat mensen zich ook gaan verbonden voelen met wat hier op de Noordkade gebeurt. Dat het niet allemaal zoiets is van ja, maar allemaal in Veghel. Nee, het is echt voor iedereen. We werken samen met Finisch Cultuur, wat al door heel Meijerijstad zit. En wij zijn ook van plan om samen te gaan werken met allerlei culturele partijen in de andere dorpskernen die onderdeel uitmaken van Meijerijstad.